Omnibus. 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 Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Omnibus. Dit is de eerste van een aantal bijdragen over verschillende onderwerpen waar ik al een poosje aan werk. Als het lukt is er iedere vrijdag een bijdrage met een samenvatting van de afgelopen week. Voor nu is de werktitel Daily Minutes PS. Daily Minutes is een naam die ik vaker gebruikt heb. Misschien verandert de naam nog een keer om beter aan te sluiten bij de algemene noemer van het onderwerp waar het over zal gaan, populaire wetenschap. Ik besef dat de grenzen van dat begrip ook wel eens wat opgerekt zullen worden in de bijdrage, maar dat is zoals ik meestal werk. Ik begin deze serie met enkele onderwerpen, waarschijnlijk elke dag een ander, waaraan ik later misschien nog meer onderwerpen ga toevoegen. Eentje van die onderwerpen is zendamateurisme. Dat is waar de oorspronkelijke Daily Minutes ook over ging. De tweede is het privacy-vraagstuk. Bestaat privacy tegenwoordig nog wel? Dat is wat je vaak hoort, privacy. Privacy kan, maar je moet wel erg je best doen om het te vinden tegenwoordig. Het derde onderwerp zijn micronaties, soevereiniteit en grenzen. Drie zaken die nauw aan elkaar verwant zijn. Alle drie deze topics van hiervoor beschouw ik als stokpaardjes van mezelf. Ik kan er in elk geval 100 uit over praten. En dat kan best makkelijk zijn bij het maken van zo'n audiobijdrage. Afhankelijk van wat zich zoal aandient kunnen er nog onderwerpen bijkomen. Zaken uit de makerwereld, of dat nu meubel maken is of elektronica, is een vrij logische aanvulling. De wereld van de tiny houses is een ander onderwerp dat me na aan het hart ligt en dat vast leuk is om er ook bij te doen. En verder wellicht reclame en misschien de wereld van de spionage. Het is niet de bedoeling om hiermee amusement te maken. Het is de bedoeling dat je er iets wijzer van wordt. Dat kan zijn doordat ik nieuwtjes breng, maar ook door dingen uit te leggen. Tegelijk wil ik de onderwerpen toegankelijk houden. Ik ga me niet vermoeien in wiskundige fundamenten van de techniek of andere zaken die voor de nerds leuk zijn, maar niet voor een groot publiek. Dat zal voor mij als semi-nerd ongetwijfeld wel eens moeilijk zijn. Ik ben overigens iets over mijn achtergrond met onderbreking van een aantal jaren als zendamateur actief. Vandaar dat ik wel iets van dat onderwerp weet. En ik heb ook een aantal jaren als ontwikkelaar van elektronica producten gewerkt. Over het onderwerp privacy heb ik redelijk vaak als journalist geschreven. Ik houd het onderwerp al jaren bij omdat sommige aspecten daaraan mij zorgen baren. Het is als met de meeste techniek. Je kunt het op een goede manier gebruiken en op een slechte manier. In de meeste gevallen is dat de goede manier, maar waakzaamheid blijft geboden. Verder las ik als klein jongetje ooit het verhaal over de excentrieke Britse majoor Roy Bates, een held uit de Tweede Wereldoorlog, die in plaats van een zeezender op een oud fort uit diezelfde oorlog te beginnen een nieuw land begon, de micronatie Sealand. Sindsdien ben ik verknocht aan dit onderwerp. Ik heb het onderwerp later nog uitgebreid met grenzen en het enigszins abstracte begrip soevereiniteit. Dat laatste laat zich makkelijk uitleggen aan de hand van de koop van een huis. Als je de grond daarvoor bezit, bezit je nog niet de soevereiniteit. Dat wil zeggen, je moet nog steeds belasting betalen en aan de regels voldoen van het land waar het stuk grond dat jij bezit zich bevindt. Als je ook de soevereiniteit hebt, hoeft dat niet. Je kunt dan zelf een stuk grond verkopen en degene die dat koopt de belasting laten betalen en een wetgeving opstellen waar de eigenaar aan zal moeten voldoen. Micronaties zijn er echter heel veel, maar ze mankeren allemaal wel wat. De bedoeling is om als het lukt de komende weken elke dag een bijdrage als deze uit te brengen, telkens afwisselend over een van de genoemde onderwerpen. Luister mee, interessant wordt het zeker. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een van de onderwerpen die in Daily Minutes PS geregeld terug zal komen is het zendamateurisme. Er is met dat zendamateurisme wat raars aan de hand. Vaak wordt gedacht dat dit een hobby is van oudere heren en ook dat die hobby tanende is. Vooral in Nederland en de omliggende landen heerst die gedachte. Dit is echter tegelijk wel en niet waar. Het is waar dat deze hobby in dit deel van de wereld niet sterk groeit. In sommige landen om ons heen daalt de belangstelling enigszins. In andere landen stijgt het enigszins. In Nederland staat het ongeveer stil. Wereldwijd neemt echter de belangstelling wel degelijk toe. In de VS is de groei nu iets minder groot, maar gedurende een periode van bijna 20 jaar kwamen de afgelopen tijd in de VS ieder jaar tussen de 10 en de 20% nieuwe zendamateurs bij. En de VS is ook niet het enige land waar het zo is. De VS is wel belangrijk omdat zich daar een derde van al die zendamateurs bevinden. Er zijn ook landen waar het zendamateurisme pas net is opgekomen. Ik denk dan met name aan India, maar ook aan landen als China en Indonesië. In Thailand zitten procentueel onder de bevolking de meeste zendamateurs. Dat is al heel lang zo. Zendamateurisme is er ook de hobby die veel leden van het Koninklijk Huis bedrijven. De voormalige landen van het Oostblok, daar is de zendhobby ook sterk gegroeid sinds de muur en het ijzeren gordijn gevallen zijn. Dat is nu alweer wat ingezakt, maar volgens mij zit de groei daar nog steeds in. Ga je breder kijken, dan is de belangstelling in onderwerpen die nauw verwant zijn aan de zendamateurhobby veel groter dan in de zendhobby alleen. En daar bevinden zich ook veel jongeren onder. En meiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om netwerken van IoT-toepassingen die op een aantal lagere scholen populair zijn bijvoorbeeld.
Een deel van het probleem is dat de oudere zendamateurs hun hobby niet graag zien veranderen. En de hobby zoals zij die kennen spreekt een door smartphones verwende nieuwe generatie niet echt aan. Een bijzondere positie wordt er ingenomen door Morsecode. Tot 1990 was in veel landen Morse verplicht om als zendamateur van de korte golf gebruik te mogen maken. Dat had een reden. Veel van de amateurbanden waren in de tijd gedeeld met bijvoorbeeld scheepvaart. En als zendamateur moest je kunnen horen of een signaal van een scheepvaartverbinding kwam of dat het een zendamateur was. In het eerste geval moest je de verbinding mijden en mag je de verbinding ook zeker niet verstoren. In het tweede geval mag je een verbinding maken. Na 1990 schakelde een groot deel van de wereld over op satellietverbindingen en Morse wordt in 2/3 van de landen wereldwijd helemaal niet meer gebruikt. Toen vervolgens de Morse-examens voor zendamateurs ook niet meer hoefden, gebeurde er iets bijzonders. Morse-liefhebbers hadden vooraf nog gewaarschuwd dat het afschaffen van het examen het eind van Morse zou kunnen betekenen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Morse is nu onder zendamateurs populairder dan ooit en verbazend genoeg zie je de laatste 2 jaar ook veel jongeren die helemaal niets met de zendamateurhobby van doen hebben, heel geïnteresseerd zijn in de Morse-code. Krantenberichten met verhalen over kinderen van zo jong als 5 jaar oud die Morse proberen te leren zijn er al een aantal. Een van de redenen hiervan is dat veel K-pop artiesten, muzieksoort uit Zuid-Korea, nieuwtjes over aankomende muzieknummers bekendmaken in Morsecode. De zendamateurhobby is echter een zeer levende hobby waarin ook nog steeds nieuwe technische ontwikkelingen plaatsvinden. Het beeld dat uitvindingen tegenwoordig alleen door honderden wetenschappers in grote bedrijven worden gedaan, is de afgelopen jaren ook meermaals gelogenstraft. Er zijn nieuwe modulatiesoorten gekomen zoals FT8 en M17. Zendamateurs speelden met verschillende typische door zendamateurs bedachte technieken een rol bij pogingen om verschillende zoekgeraakte vliegtuigen te vinden. En het was bijvoorbeeld een door één enkele zendamateur bedacht communicatiesysteem voor in grotten, waardoor een groep jonge voetballers enkele jaren geleden uit een onder water gelopen grot konden worden bevrijd. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over privacy. In 1978, het kan begin jaren 80 geweest zijn, was er in mijn woonplaats in het midden van het land een protestoptocht van krakers tegen het beleid van de gemeente. Die demonstratie liep wat uit de hand. Als ik het goed heb, waren er diverse arrestaties. Ik weet niet meer of dat ook de aanleiding was, maar er was iets wat olie op de golven gooide. Rond die tijd kwamen de eerste wat goedkopere draagbare videorecorders met draagbare camera's op de markt. En de Amersfoortse politie had met 1 zo'n camera de demonstratie gefilmd, kennelijk om in kaart te brengen wie de geïnteresseerden in zo'n manifestatie waren. Ik dacht zelf op dat moment zoiets van, is dat nou zo erg? Ik denk dat ik in die tijd niet de achtergrond al had om dat nieuws tot in de diepte te beoordelen. Ik had in die tijd verschillende vrienden die sympathiek tegenover de krakers stonden. Niet dat ik het afwees, maar zij waren daarin een stuk fanatieker en die waren woest over deze politiebrutaliteit. De situatie van nu zou toen natuurlijk onvoorstelbaar geweest zijn in die dagen. Ik moet zeggen, met de kennis van nu, het maakt wel verschil of er relletjes worden gefilmd om zo achter de aanstichters van deze rellen te komen ten opzichte van het filmen van een op zich te vreedzame demonstratie klaarblijkelijk om de waarschijnlijke standpunten van de deelnemers te inventariseren. Iemands politieke sympathieën zijn ook nu nog iets dat duidelijk tot de privésfeer behoort, zeker als daar zoals in de meeste gevallen geen rare dreigingen van uitgaan. Overigens moet je dit alles wel in het perspectief zien van die tijd. Het was de tijd van groepen als Baader-Meinhof, de PLO, voerde regelmatig acties uit en dat in een nog veel groter perspectief van de wereldverhoudingen van die tijd. In de tijd van nu echter is het voor de politie heel eenvoudig om bestanden van grote groepen mensen van een bepaald standpunt te verkrijgen. Er zijn databrokers die dit soort informatie verkopen. Oorspronkelijk met waarschijnlijk de bedoeling om marktgedrag van consumenten aan bedrijven te verkopen, maar geld stinkt niet. Iedereen die de gegevens wil kopen, kan daarover beschikken. Dit is iets waar mensen als Stasi-voorman Erich Milke voor 1990 alleen maar natte dromen van konden hebben. In de DDR was het bezit van een schrijfmachine en heel zeker een stencilmachine of een kopieermachine aan strikte banden gelegd. Van iedere schrijfmachine met zijn lode letterhamertjes werden er voorbeeldteksten bewaard, zodat vanuit de imperfecties van dergelijke schrijfmachines altijd kon worden achterhaald op welke machine een bepaalde tekst getypt was. De Stasi moest grote delen van de bevolking mobiliseren om zijn vergaande bespionering van de eigen burgerbevolking mogelijk te maken. In het Westen was men daar op dat moment maar voor een klein deel van op de hoogte, maar toch werd er in die tijd schande van gesproken. De digitale bewaking in de Nederlandse maatschappij van nu gaat echter zeer veel verder dan die in de DDR. Achteraf is van nagenoeg iedere bewoner exact na te gaan waar die bewoner precies is geweest. En dat gaat ver. Als je taxichauffeur bent, kun je niet meer even bij je oma koffie gaan drinken als je daar toevallig in de buurt bent en je rit kost door dat bezoek wat extra tijd. Dit valt in het bedrijf direct op.
Maar dit geldt ook voor de gegevens van mannen die door een roodlichtzone lopen op zoek naar, zeg maar, erotisch vermaak. Niet alleen wordt door de GPS en andere locatiemiddelen geregistreerd dat zij daar lopen, maar ook waar ze eventueel door de voordeur naar binnen gaan, hoe lang zij daar binnen zijn en of ze misschien daarna nog een kroeg bezoeken of direct naar moeder de vrouw thuis gaan. Die gegevens zijn, als het goed is, opgeborgen. Maar vrij gemakkelijk kunnen overheidsorganisaties daar toegang toe krijgen door via de rechter inzage te eisen waar misschien nog niet zoveel mee mis is, maar het kan ook langs het grijze traject van de al genoemde databrokers. Echter, bij een gebrekkige beveiliging van die gegevens kunnen ook anderen toegang krijgen. Dit is zeer chantabele informatie met voor iemand die vrouw en gezin heeft, ook al is zo'n uitstapje een eenmalige vergissing, potentieel zeer grote gevolgen. En wat als de gechanteerde in zo'n geval een landelijk politicus of een andere belangrijke persoon betreft? Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een van de vaste onderwerpen waar ik het over wil hebben is reclame. Ik haat reclame en tegelijkertijd houd ik van reclame. Ik haat reclame die stomzinnig is en reclame die mensen infantiliseert of mensen manipuleert. Maar er zijn ook juweeltjes. Tot in de jaren 90 gold internationaal dat humor in de reclame niet werkt. Een van de mensen die daar niets in zag was David Ogilvy van het destijds zeer bekende en prominente reclamebureau Ogilvy & Mather. De man probeerde ook andere reclames ervan te weerhouden om humor te gebruiken, zich voor deze stommiteit te behoeden, maar hij had het mis. In Nederland kwamen er spotjes met Rijk de Gooier die de tekst Foutje bedankt introduceerde als een figuurtje die voortdurend verzekeringsfraude probeerde te plegen, maar niet slim genoeg was. Daar heb je een ander controversieel onderwerp in de reclame overigens. Tegenwoordig zou men zeggen dat het spotje zou kunnen aanzetten tot verzekeringsfraude. Zeker als de verzekeringsmaatschappij dat zelf in haar spotjes oppert. Maar toen was men nog niet zover. Vermaard is verder de reclame waarbij even naar Apeldoorn gebeld moet worden. Deze spotjes doen het zelfs voor een internationaal publiek op YouTube goed. Maar tegelijk is er ook heel mooie reclame qua vormgeving en heel kunstzinnige reclame. Reclame dus als kunstuiting. Denk maar aan iemand als Andy Warhol. Het is van die kunstzinnige kant en in iets minder de humorkant van reclame waar ik van houd. En van de soms onverwachte effecten. De meeste mensen denken bij de klassiek aandoende muziek van vroeger van het biermerk Grols, Vakmanschap is meesterschap, dat die muziek een kantate is van Johann Sebastian Bach. Zo klinkt het ook helemaal. Maar niets is minder waar. Het is gecomponeerd door ene Kloes van Mechelen, tevens bekend als Jan Vos uit verschillende televisieprogramma's van Wim T. Schippers. Het was dezezelfde Kloes van Mechelen overigens die ook het nummer Big City voor Tol Hansen schreef en nog heel veel andere nummers. Heel opmerkelijk is ook de tegenstelling tussen een goede reclameboodschap en een bedrijf dat misschien niet zo sympathiek is. Ik denk dat zoiets niet helpt om het blazoen van zo'n bedrijf op te poetsen, maar voor iemand die het bedrijf niet kent kan een leuke aansprekende spot wel degelijk een aanbeveling zijn. Niet leuk zijn de spotjes voor wasmiddelen, waarbij we dingen horen die ofwel stomzinnig zijn of ronduit denigrerend voor de kijker, of die de kijker overduidelijk voor dom verslijden. Ja, irritatie is ook een manier om ervoor te zorgen dat mensen in de supermarkt zich je product of merknaam nog herinneren. Verder is er nog de reclame die ons uit angst dingen wil laten kopen. Een modern voorbeeld is een bekend merk dat ons een ontsmettingsmiddel wil aansmeren. Oh jee, de kindertjes eten met vieze handen. In een van de spotjes in het begin van het bedrijf zat zelfs een kreet dat de kinderen geen friet kregen als het middel niet in huis was. Angst in de reclame deed zijn intrede in de jaren 50, begin jaren 60, toen een merk dat veel artikelen op dat gebied produceerde, probeerde om bij vrouwen de vrees aan te wakkeren dat zij wellicht geen goede huisvrouw zouden zijn. Als ze maar veel van de artikelen van deze vereniging zouden kopen, dan hoefden ze zich als huisvrouw een stuk minder zorgen te maken. Een andere angst die de mensen aangepraat wordt is bijvoorbeeld de angst om er ouder uit te gaan zien. En de maatschappij is steeds meer op uiterlijk gefocust, dus het is nu een vruchtbare grond om die angst te zaaien. Het televisiegenre soap opera met zijn bekende cliffhanger vindt zijn oorsprong in de reclame. In het begin van de televisie werden vaak nog hele blokken zendtijd verkocht van bijvoorbeeld 30 of 60 minuten. De bedrijven vulden dat dan zelf, maar vaak vooral met aanprijzingen voor hun producten. Dit bleek erg slecht te zijn voor de kijkcijfers en verschillende bedrijven gingen zo op zoek naar formules waarbij de reclametijd zo lang mogelijk zou zijn, maar er ook andere inhoud was. De bedoeling was dat die andere inhoud spannend genoeg was om de aandacht van de kijker over het reclameblok heen nog vast te houden. Oftewel, met hoeveel reclame tijdens een programma kom ik nog weg? Het was vervolgens het bedrijf Procter & Gamble dat met de formule kwam die daarna soap opera werd genoemd, omdat het bedrijf met name met zeep- en wasmiddelproducten adverteerde. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Micronaties is ook een van de vaste onderwerpen van Daily Minutes PS.
Micronaties zijn kleine, zelfverklaarde, onafhankelijke naties die vaak niet officieel erkend worden door de internationale gemeenschap. Deze unieke en soms excentrieke entiteiten worden vaak gesticht door individuen met grote dromen en een nog grotere dosis creativiteit. Micronaties worden niet erkend door de grote landen, maar worden vaak wel met rust gelaten. Meestal mankeren er dingen aan de micronaties, maar sommige zijn niet anders dan de grote landen. Er is overigens een verschil tussen micronaties en microstaten. Micronaties zijn de kleine landjes waar ik het vooral over wil hebben, gesticht door excentrieke personen. Microstaten daarentegen zijn een product van de geschiedenis en ondanks hun kleine oppervlak worden ze internationaal erkend. Ze kunnen lid worden van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de EU. Dat kunnen micronaties allemaal niet. Er zijn heel veel meer micronaties dan microstaten overigens. Voorbeelden van microstaten zijn Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra en Vaticaanstad. De laatste is tevens de kleinste. Andorra is denk ik wel de grootste van dit soort kleine landjes, tenzij je Luxemburg ook mee zou rekenen. Maar om een aantal redenen vind ik dat die er niet bij hoort. En dat wordt ook internationaal zo gezien. Ook buiten Europa heb je dit soort kleine landjes. Bijvoorbeeld de Nederlandse helft van Sint Maarten, dat een land is binnen ons koninkrijk. Naast de Nederlandse Caribische gemeente Sint Eustatius ligt op 10 kilometer afstand Sint Kitts en Nevis. Dit is een onafhankelijk land, ze behoren niet tot enig koninkrijk. Dit landje heeft met een oppervlak van ruwweg ruim 1,5 maal dat van Texel ongeveer 54.000 inwoners en bestaat uit 2 grote eilanden die bewoonbaar zijn en een aantal heel kleine eilanden. Maar goed, tot zover de microstaten. Rondom dit soort zaken zijn er zoveel leuke weetjes te vertellen. Eilanden die al 400 jaar in wetgeving wisselen tussen 2 landen, elk half jaar bijvoorbeeld. Een groot meer in Europa dat niet bij 1 land hoort, maar het gehele oppervlak is van 3 landen. Grappig is ook de vraag hoe ver Nederland bij de Verenigde Staten vandaan ligt. Dat wil dus zeggen het punt waar de grenzen van de Verenigde Staten het dichtst bij die van Nederland liggen. Dat is niet verder dan 144 kilometer. Dit zit als volgt. Sinds oktober van 2010 horen de 3 eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet meer bij het land de Antillen. Het zijn zogenaamde bijzondere gemeentes binnen Nederland geworden. Er gelden in bepaalde opzichten wat andere regels, maar dit zijn gemeentes, net als Amersfoort of Assen of Rotterdam. Een bijeffect is bijvoorbeeld dat het hoogste punt van het land Nederland niet meer de Vaalse Berg is met 300 meter hoogte, maar de vulkaan Mount Scenery met 887 meter hoogte. Het eiland Saba bestaat geheel uit deze vulkaan. De vulkaan is overigens nog steeds actief. De laatste uitbarsting was in het jaar 1640 en ging gepaard met explosies en gloedwolken. En de vulkaan geldt nog steeds als potentieel gevaarlijk. Het is maar dat je het weet, binnen Nederland bevindt zich een potentieel gevaarlijke actieve vulkaan. Al zullen we daar in Europa niet zoveel last van hebben. Terug naar de afstand tussen Nederland en de VS. Op ongeveer 144 kilometer van het eiland Saba bevindt zich Point Udall op het eiland St. Croix, dat onderdeel is van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Deze eilandengroep vormen een zogenaamde unincorporated territory. Dat betekent ongeveer zoiets als een plaats die niet onder een grote plaats valt. Op het vasteland van de VS hebben unincorporated plaatsen doorgaans een sheriff, terwijl de incorporated plaatsen onder de commissaris van politie van een grotere plaats vallen met hun politiekorps. De eilanden zijn kortom onderdeel van de VS, net als Saba onderdeel van Nederland is. De grens met de VS is dus slechts 144 kilometer van ons land. En er bevindt zich ook nog een actieve vulkaan in ons land. Ja, er zijn nog meer van dit soort weetjes. Terug naar de micronaties. Een micronatie kan variëren van een eiland in een vijver tot een verlaten platform op zee. Ze hebben meestal een eigen vlag, grondwet, soms zelfs een munteenheid. Hoewel veel micronaties worden opgericht als een vorm van protest tegen de gevestigde orde of gewoon als uitlaatklep voor creativiteit, zijn er enkele die serieuze politieke ambities hebben. Over het algemeen zijn er 3 of 4 voorwaarden die nodig zijn om als micronatie serieus genomen te worden of sowieso als natie. Het landje moet paspoorten uitgeven. Men moet een eigen munteenheid hebben en het moet een postsysteem hebben, of dat nou bij een internationale postorganisatie is aangesloten of niet. De meeste micronaties openen om aan dat laatste te voldoen een postkantoor en daarnaast geven ze postzegels uit die door een deel van de filatelie-liefhebbers worden verzameld. Een landje als Sealand heeft papieren geldbiljetten en ook munten en geeft daarnaast ook paspoorten uit. Op die paspoorten kun je echt reizen. Er zijn met die van Sealand wel eens problemen geweest. Toen bleek dat mensen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA met paspoorten van Sealand reisden. Er gingen toen bij verschillende landen stemmen op om de Sealand paspoorten niet meer toe te laten. Maar vervolgens bleek het om vervalsingen te gaan van een club die zegt dat niet de familie Bates, maar zij de rechtmatige bestuurders op het eiland zijn. De achtergrond hiervan is een mislukte poging tot een staatsgreep in Sealand in de jaren 70.
Ja, de kleine landjes lijken sprekend op de grote. Nadat het duidelijk was dat het om vervalsingen ging, werden de Sealand-paspoorten weer overal toegelaten. Tegelijk kondigde Sealand een veel restrictiever paspoortbeleid af. Er is nog een vierde voorwaarde die iets minder zwaar meetelt. Een landje moet inwoners hebben. Bij veel micronaties wonen die inwoners niet in het landje en ze zijn bijvoorbeeld via internet inwoner geworden. Bij anderen zoals Sealand is er een bewaker die doorgaans caretaker wordt genoemd en er is altijd minimaal één caretaker aanwezig. Maar een flink aantal landjes doet het ook zonder aanwezige inwoners. Hieruit blijkt dus dat in elk geval een aantal van de micronaties een stuk serieuzer zijn dan een spelletje van een aantal mensen die elkaar via internet kennen of die een spel spelen waarin je moet spelen dat je een land opzet. Dit is wel degelijk echt. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag ga ik het hebben over digitale signalen in de ether. Laat je niet afschrikken, ik probeer het op een zo begrijpelijk mogelijke manier te vertellen. Bij uitzendingen in de ether kan het gaan om spraak of televisie, maar ook om data. Op zich is het uitzenden van data al heel erg oud. Eerst werd er data uitgezonden en pas daarna spraak, want Morsecode is ook data. Het is een digitaal signaal. Veel van de nu uitgezonden signalen, ook als het om spraak of televisie gaat, zijn tegenwoordig digitaal. Dat heeft meerdere voordelen. Bijvoorbeeld geen ruis, signalen kunnen digitaal een grotere reikwijdte hebben en het is ook mogelijk om de bandbreedte effectiever te gebruiken door bijvoorbeeld meerdere televisieprogramma's in één uitzending te stoppen, zoals bijvoorbeeld bij het kijken naar televisie via de schotel gebeurt. Even een korte blik in de historie. De telegraaf, dat wil zeggen het seinen met morse via de kabel, wordt gezien als voorloper van de draadloze uitzendingen. De telegraaf werd als eerste gebruikt toen rond 1830 de eerste spoorlijnen opkwamen. Mensen bij de volgende stations moesten weten dat er een trein in aantocht was, zodat ze niet zelf een trein in omgekeerde richting lieten starten. Voor het instellen van de seinpalen moest er gecommuniceerd worden en dat ging via draden. In eerste instantie was dat vrij primitief, later kwam morse in gebruik en andere technieken. In de jaren daarop werd de morsetelegraaf ook gebruikt voor het verspreiden van telegrammen en met name voor het verspreiden van nieuws door kranten. Een aantal kranten wereldwijd, ook nu nog, hebben namen die aan die periode herinneren. In Nederland is dat bijvoorbeeld het geval bij de krant De Telegraaf. Tussen 1850 en 1900 kwamen ook andere systemen op, met name de eerste telexmachines, die de tekst op papier opschreven zonder tussenkomst van een marconist. Net voor 1900 begonnen de eerste experimenten met draadloze communicatie. De eerste zendamateurs waren rond die periode al actief. Rond 1902 werden er al bouwpakketten voor eenvoudige zenders en ontvangers aangeboden en ook de eerste zendamateurtijdschriften dateren van die tijd. Overigens waren er ook voor die periode al hobbyisten met telegrafie actief. Dit waren veelal groepjes mensen die over korte afstand eigen telegraafnetwerken opzetten, dikwijls lokaal binnen de eigen woonplaats om met andere hobbyisten te communiceren. Net na 1920 werd er voor het eerst met spraak en muziek geëxperimenteerd, uiteraard alles analoog. Uiteraard werd ook de telex die eerst via de kabelnetwerken van de telegraaf waren gebruikt ook in de ether toegepast. En er kwamen ook systemen die specifiek bedoeld waren om via de ether te gebruiken. Een van de meest interessante hiervan was de zogenaamde Hellschreiber, bedacht in Duitsland in de jaren 30. De Hellschreiber zendt geen letters uit, zoals een telex dat doet. In plaats daarvan zendt het voor iedere letter een heel klein plaatje uit, precies zoals een faxmachine dat zou doen. Waarbij morse het oor van de marconist is die een signaal tussen alle storing vandaan moet halen, is het bij de Hellschreiber het oog van de lezer die de letters tussen de stoorsignalen en de ruis op een papierstrook ziet. De tegenwoordige digitale signalen zijn veel geavanceerder dan die uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Denk maar aan de telefoonmodems die er eind jaren 80 waren. De eerste modems waren 75 baud naar de server toe en 1200 baud retour. Maar de telefoonmodems werden steeds sneller. 14,4 kilobaud in beide richtingen, 28,8 kilobaud. Ja, wie herinnert het zich nog, hè? Zo zijn ook de signalen via de ether steeds verder geëvolueerd. De signalen zijn nu uitermate snel, hebben zelfreparerend vermogen en er kunnen meerdere dingen tegelijk worden uitgezonden en ze werken ook nog op een hogere snelheid. Ook kunnen diverse zenders en ontvangers op dezelfde frequentie werken zonder elkaar te storen. Denk maar aan bijvoorbeeld hoe een wifi-netwerk werkt. Het aantal kanalen bij wifi is beperkt en er zijn veel gebruikers. Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn antennes die in een bepaalde richting stralen, niet meer zendvermogen gebruiken dan nodig is en bijvoorbeeld als het kanaal in gebruik is korte tijd wachten tot het weer vrij is. In deel 2 van deze bijdrage over digitale signalen ga ik het onder andere hebben over het uitzenden van foto's en andere technieken. Verder ga ik binnenkort ook enkele foto's uitzenden die je met een smartphone voor de luidspreker van de radio zichtbaar kunt maken. Nee, dat is geen grap, dat kan echt. Ik zet een aantal pieptonen uit die op je smartphone weergegeven een kleurenfoto vormen.
Ten slotte, ik weet niet of het hoorbaar was, maar tegelijkertijd met deze bijdrage heb ik ook tekst uitgezonden via het oude Duitse systeem van de Hellschreiber uit de jaren 30. Dat signaal was met de standaard Slow Hell een moderne variant op het systeem. Met de juiste software kun je dat op een computerscherm of op een smartphone zichtbaar maken. De informatie in deze uitzending zit op een frequentie van 90 Hz. Stay tuned de komende dagen voor deel 2 over digitale signalen. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag duurt iets langer dan gebruikelijk en gaat over kunstmatige intelligentie. De vraag die ik niet ga beantwoorden is hoe bang we voor AI moeten zijn. Ik ga proberen uit te leggen wat het is en wat er is en hoe het ontstaan is. Het is sowieso lastig te voorspellen of een ontwikkeling gevaarlijk is of niet. Elke nieuwe techniek kun je op een goede manier gebruiken en op een kwaaie manier. Maar tegelijk, als je twee tegenstanders hebt in de natuur, in de tropen en het zonder verdere middelen, en het ene kamp beschikt over zeep en het andere niet, dan is de club die zeep heeft waarschijnlijk toch in het voordeel, omdat ze minder snel ziek zullen worden. Ik bedoel zoiets simpels als zeep. Je hoort nu heel brede verhalen over kunstmatige intelligentie. Het zou sinds de jaren 50 bestaan, et cetera. De eerste tijd dat er hoopvol naar gekeken werd en dat gedacht werd dat het tussen aanhalingstekens binnenkort op grote schaal gebruikt zou kunnen worden, dat was in de jaren 80. Ze dachten toen dat er binnen 10 jaar wel een machine zou zijn die aan de Turing-test zou kunnen voldoen. Nou, dat bleek bij lange na niet te kloppen. De laatste 5 of 6 jaren zijn na een periode van stilstand de ontwikkeling eigenlijk ineens heel erg snel gegaan. Een van de eerste wetenschappers die kunstmatige intelligentie voorzag was net na de Tweede Wereldoorlog de Britse codebreker uit die oorlog, Alan Turing. Naar Turing is de zogenaamde Turing-machine vernoemd. De Turing-machine is een experimentele opstelling waarbij een mens achter bijvoorbeeld een scherm en een toetsenbord geplaatst wordt. Hij mag aan de machine alles vragen wat hem in gedachten schiet en als hij op basis van de antwoorden niet kan vaststellen of degene aan de andere kant van de computer een computer is of een mens, dan voldoet het apparaat aan de Turing-test. Dit soort machines, wanneer ze in volle omvang werkelijkheid worden, roepen overigens nog een aardig aantal ethische vragen op. Voor sommige mensen ook onverwachte. Hoewel mensen uit religieuze overwegingen ook wel stellen dat zoiets niet kan, je kunt niet uitsluiten dat het op een gegeven moment mogelijk wordt om in zo'n machine een ziel te programmeren. Ja, wel echt een ziel. Of in plaats ervan een machine te maken die niet alleen aan de Turing-test voldoet, maar waarbij je dus ook niet kunt vaststellen of er sprake is van een zielende machine. De ethische vraag die dan opkomt is of het uitschakelen van die machine in het geval dat die ziel er is niet gelijk staat aan moord. Maar goed, alle enge toekomstscenario's waarvan nu nog helemaal niet duidelijk is of het ook echt mogelijk is, even opzij. Kunstmatige intelligentie in de jaren 80 bestond eigenlijk uit 3 fundamenten, 3 zaken. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Het verschil is wel dat er nu meer ervaring mee is. Er is meer rekenkracht, meer opslagcapaciteit en bovenal is er heel veel meer informatie waarmee je de systemen kunt voeden. En er zijn manieren gevonden om die enorme hoeveelheid gegevens die er zijn zodanig te raffineren dat de programma's er iets mee kunnen dat niet onzinnig is. In principe waren er in de jaren 80 dus 3 dingen. Het eerste waren zogenaamde kennissystemen, expertsystemen genaamd. Deze kwamen in het begin jaren 80 voort uit de olieindustrie. Er is kennis die je kunt leren en er is intuïtieve kennis die je uitsluitend krijgt door dingen vaak te doen, CQ, er heel veel mee bezig te zijn. Grote olieinstallaties op zee zijn zeer gecompliceerd. Het oplossen van problemen daarmee is extreem ingewikkeld. De grote oliebedrijven van die tijd hadden vaak maar een handvol experts die problemen met die installaties heel snel konden oplossen. En dat was erg belangrijk, want elke dag dat de installatie niet kan werken kost vele miljoenen. Die experts die vlogen dus met een helikopter naar zo'n eiland of met zware zeegang met een boot. Maar werken in de industrie en in het zwaar weer vliegen met een helikopter of met een boot in dat zware weer varen is een gevaarlijk beroep. En het risico was dat het omkomen van 2 van deze mensen per jaar binnen een bedrijf wel eens het faillissement van zo'n heel groot bedrijf kon betekenen. Om dat te voorkomen is geprobeerd om de kennis van zo'n expert, kennis die heel smal is en over een heel klein segment van een onderwerp, maar wel heel diep, in een computer te stoppen. Dat gebeurde door een team van informatieanalisten. Dit soort expertsystemen zijn vervolgens sinds begin jaren 80 gebruikt. Voorwaarde was dat de kennis vooral heel smal was en heel diep. Kenmerk van de huidige AI is dat de kennis juist heel breed is, maar ook heel diep. Dat was met de AI van de jaren 80 nog niet mogelijk. Opslagcapaciteit, rekencapaciteit, wat ik net al noemde. Deze kennissystemen zijn het eerste type AI dat er is. Het tweede type zijn systemen die zelflerend zijn.
Dit zijn systemen waar de informatie niet in de eerste plaats door menselijke informatieanalisten ingestopt wordt, maar die desnoods door vallen en opstaan zelf leren en na een gemaakte fout die fout niet snel opnieuw zullen maken of in elk geval niet op dezelfde manier. Het derde type zijn zogenaamde neurale netwerken. Dit type komt voort uit de lancering van de zogenaamde Landsat-satellieten eind jaren 70, als ik me niet vergis. Dit waren een aantal zogenaamde aardobservatiesatellieten die hoge resolutiebeelden maakten van het aardoppervlak. Deze beelden werden op aarde door mensen bewerkt om ze geschikt te maken voor verschillende branches die de bewerkte foto's voor bedragen van $80 per stuk of zo kochten. In eerste instantie waren de foto's duurder en waren het vooral clubs met veel geld die ze kochten. Maar uiteindelijk vonden ze op grote schaal aftrek. Een grote groep gebruikers waren boeren die op basis van de beelden konden zien of ze met bijvoorbeeld bemesting van hun land effectief genoeg waren geweest. En ook de voortgang en de groei van de gewassen konden mee worden gemonitord. De beelden waren zodanig succesvol en populair dat NASA op een gegeven moment enkele tienduizenden mensen moest inzetten voor het bewerken steeds van die beelden. Gepoogd werd vervolgens om die beelden automatisch te bewerken. Dat ging echter niet met de bestaande software. Bij neurale netwerken is er sprake van een zeer groot aantal autonome kleine programma's die zijn gekopieerd van menselijke of dierlijke hersencellen. Alleen qua werking. Er is zeg maar van de werking van de menselijke of dierlijke breinen afgekeken hoe die werken. Neurale netwerken zijn sinds begin jaren 80 ingezet voor militaire beeldanalyse en voor aardobservatiedoeleinden. Als je nu kijkt naar de huidige ontwikkelingen, dan zie je dat iets als ChatGPT het meest lijkt op de expertsystemen uit de jaren 80. ChatGPT heeft geen of weinig zelflerende aspecten. Alle informatie is er ingestopt door mensen. Zelfrijdende auto's daarentegen maken veelvuldig gebruik van neurale netwerken om te weten te komen hoe hun omgeving van dat moment eruit ziet. Zelflerende aspecten zul je zowel bij systemen die op ChatGPT lijken zien, als ook bij zelfrijdende auto's, zeker als we wat verder in de ontwikkeling zijn. Dit is in een notendop de AI waar nu zoveel over te doen is. AI zit in veel dingen, bijvoorbeeld in de timeline van je sociale media. Maar er gaan ook veel dingen mis. De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst is behalve een flinke dosis ambtelijke rechtlijnigheid, misschien ook wel kwaadaardige ambtelijke rechtlijnigheid, vooral ook veroorzaakt door een onterecht groot vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De overheid spreekt dan vaak van algoritmes, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Eenvoudig gezegd, je voedt een systeem met informatie van een aantal bewezen fraudeurs, laat nog wat mensen aan de knoppen draaien en stopt vervolgens de gegevens van mensen erin waarvan je niet weet of ze fraudeurs zijn. En de computer mag dan aangeven of iemand een fraudeur zal zijn of niet. Verder wordt er niet nog door mensen diep gegraven om te kijken of die conclusie juist is, omdat er gewoon niet genoeg mensen beschikbaar zijn om naar zo'n groot aantal mensen te kijken. Als een bedrijf zoiets doet, dan wil het nog wel eens goed gaan, maar overheden overal ter wereld hebben een extreem slechte reputatie bij het omgaan met techniek en met name bij IT-projecten. Wees dus op je hoede waar het overheid en ICT betreft, zou ik zeggen op basis van ervaring. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.